Ik ben echt geen masterchef hoor. Dus het kan best dat je af en toe nog wel bloed voorbij ziet komen. Ik zei het toch? Goeiedag lieve mensen. Welkom bij Julia's Kookhoek. Dit is mijn eerste vlog die ik ga maken. Vandaag ga ik een nieuw recept maken wat ik dus eigenlijk nog nooit gemaakt heb. Cannelloni uit Sorrento. Het ziet er best makkelijk uit om te maken. Ik denk ook dat het niet zo heel moeilijk is, maar het is wel... Het is even een uitprobeersel. Oké, laat ik eerst maar eens beginnen met mijn haar vast te doen. Oké, laten we beginnen. Nou, dit zijn de producten die je nodig hebt voor dit gerecht. Aubergine. 2 paprika's, geraspte kaas, 2 bolletjes mozzarella, basilicum, lasagnebladen en gezeefde tomaatjes. Nou, wat we eerst gaan doen is de aubergine snijden. Je moet 6 plakjes hebben van ongeveer 5 mm dik. Nou, dat is ongeveer zoiets. Ongeveer zoiets. Yes. Nou, dan snij je de 6 plakjes van. Ik ben echt geen masterchef hoor. Dus het kan best dat je af en toe nog wel bloed voorbij ziet komen. Ik zei het toch? We kunnen weer verder. De aubergine moet je even in een schaal doen. Even zout eroverheen doen. En een uurtje laten staan. Dus dat gaan we even doen. Nu moeten we de paprika's gaan roosteren in de oven. En eigenlijk staat er niet echt in het recept hoe en wat je dat moet doen. Dus ik ga het gewoon op mijn manier doen. Ik ga ze halveren. Ik ga ze gewoon door de helft doen. Doe een klein beetje olijfolie erop. En dan doe ik ze op de plaat in de oven. Ik laat ze een half uurtje erin en dan kunnen ze gaan ontvellen. Water opgezet om de lasagnepellen een beetje te koken, een beetje beter gaar te maken. Ga ik de mozzarella ga ik snijden. Daarna moet je ze eigenlijk een beetje laten uitlekken in een zeef, maar ik heb geen zeef. Ja, dus. Maar daar verzin ik wel wat op. Ik ben zo iemand die even in de oven wil checken om te kijken of het goed gaat. In dit geval met de paprika's. En dan elke keer vergeet dat er dan eerst zo'n wolk stoom uitkomt. Maar de paprikaatjes gaan goed! De lasagnebladen zitten nu erin. Ik laat ze echt maar heel eventjes, heel even koken eigenlijk. Want ze gaan ook nog de oven in. Het is even dat je moet ze snijden en je moet ze kunnen gaan rollen straks. Zodat het even wat flexibel genoeg is dat je dat kan doen. De pastapellen zijn al klaar. Ik heb ze heel even nu in koud water gelegd. Ga ze nu weer afgieten en dan laat ik ze even met rust hierna. Laat ik ze even zo liggen. Ik heb ze toch maar even eruit gehaald en uit elkaar gehaald. Want volgens mij gaat het niet helemaal goed als je ze erin laat liggen. Paprikaatjes even afkoelen en dan kunnen ze gaan ontvellen. Ik heb de paprika's trouwens een half uur op 220 graden gedaan. Nu heb ik hem op 180 gezet en laat ik hem gewoon aanstaan voor het vervolg. Ik heb de aubergine na een uurtje uit de schaal gehaald. Ik heb ze even afgespoeld, een beetje droog gedept in een ovenschaal gedaan. Eerst een beetje olijfolie in de ovenschaal gedaan. Plakjes neergelegd, weer een beetje olijfolie eroverheen gedaan. En ze gaan nu er weer de oven in. Tot ze een beetje bruin zijn. Ik ben nu de paprikaatjes aan het ontvellen. Ik heb de paprika ontveld en in reepjes gesneden. En de pastabladen heb ik ook al doorgesneden. Ik heb ze gewoon door de helft gedaan. Dat je
mooie vierkantjes krijgt. Dus gaan we die opvullen. De aubergine kan wel uit de oven. Die is ook wel klaar. Nu gaan we de cannelloni's vullen met alles wat we hebben bereid. Hij is heel goed gelukt. Het is absoluut niet moeilijk om te maken. Hij is vrij simpel. Alleen je moet er wel de tijd voor hebben, dat wel. Ingewikkeld is hij echt niet, dus zelfs vee kan het maken. Ja. Dus laat me weten als jullie hem hebben uitgeprobeerd ook. En wat jullie ervan vinden en wat je zelf nog toevoegt om het nog even net wat beter te maken, wat lekkerder te maken. En ja, of als je mee wil eten. Volgende keer. Laat het me weten. Alles is mogelijk natuurlijk. Volgende keer ga ik weer wat leuks maken. Ik ga nog even verzinnen wat ik dan ga maken. Of iets is wat ik al ken. Of weer wat nieuws. Maar er komt zeker een vervolg hierop. Jongens, heel veel plezier nog. Fijne avond en eet smakelijk.